Dit is Flevoland. Het gesprek vandaag met. Marloes Huizers is de nieuwe directeur van het bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Ja, ze volgde Aria Kruis op, die eerder dit jaar plotseling overleed. Marloes, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij werkte al bij het bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Uh, wat deed je daar eerder? Klopt, ik was uh, onderzoeker en voorlichter en medewerker projecten. Dus ik was uh, verantwoordelijk voor al het onderzoek, heel veel projecten rondom regenboogstad, Lelystad. En heel veel op preventie gericht. Dus lekker naar scholen en uh, gastlessen geven, trainingen geven aan volwassenen. Dus ik was heel breed al uh, ingezet in de organisatie. Ja. Toen kwam het bericht van het overlijden van de, de vorige directeur, Arja Kruis. Um, ja, hoe ging dat toen verder na het verdriet met de zoektocht naar een opvolger? Ja, we wilden in eerste instantie heel graag ook continueren, want het werk gaat natuurlijk gewoon door. En mensen ja. komen nog steeds bij het antidiscriminatiebureau om hulp te vragen bij hun discriminatieervaring. En om te kunnen continueren, dacht ik dan, uh, ga ik dat doen? Dan ga ik dat overnemen. en ga ik dat op mij nemen. En dan uh, kijken we of we dat uh, weer verder kunnen brengen. Oké, okay, jij stak eigenlijk meteen je vinger op van dan wil ik het wel doen. Ja. Oké. Okay. Okay. Wel je ambitie? <laughs> uh, ik, ja, ik denk het wel. Het voelde ook wel goed om, om die positie op mij te nemen. Ik was al heel erg breed in de organisatie, zoals ik net zei. Dus ja. ik, wist er, ik wist gewoon heel veel van hoe de organisatie werkt. Ik was heel erg bekend in Flevoland. En iedereen kende mij ook eigenlijk al. Dus het voelde ook wel heel natuurlijk om dat uh, op mij te nemen. Oké, okay, nou, om af te trappen wil ik je eens een filosofische <coughs> vraag voorleggen, maar los. Uh, iedereen is verschillend, lengte, kleur, afkomst, uh, geslacht. Uh, ja, waarom wil je dan dat de behandeling gelijk is? Nou ja, dat is altijd wel een, een mooie vraag inderdaad. Want bij discriminatie gaat het niet zozeer omdat iedereen hetzelfde behandeld wordt, maar vooral omdat je niet wordt afgerekend op kenmerken die er niet toe doen. He, dat jouw huidskleur zegt niks over hoe je je werk doet, bijvoorbeeld, en jouw leeftijd ook niet. En je geslacht zegt niks over hoe je aangesproken wil worden op straat. Dus in die zin willen we dat iedereen gelijkwaardig behandeld wordt en dat iedereen een gelijke kans krijgt om zichzelf te laten zien en zichzelf te zijn. Ja, ja maar dat, dat je op een gegeven moment uh, de bokken van de geiten gaat scheiden bij bijvoorbeeld een opleiding, dat is dan volkomen logisch. Dat is logisch. En dat, dat wordt ook niet gezien als discriminatie. Nee, maar je mag wel samen naar dezelfde discotheek. Inderdaad. Okay. Zo nou, moet ik het zien. Ja, nou hebben we tegenwoordig een, een coming out dag, de regenboogvlag, uh, Paarse vrijdag. Noem maar op. Um, maar toch zie je uh, bij jullie dat er een stijging is in het aantal meldingen van uh, ja, mensen die uh, zich gediscrimineerd voelen, dan heb ik het over LHBTI'ers. Ja. Hoe kan dat dan? Als er dus zoveel aandacht voor is, zoveel goede initiatieven, hoe kan dat nou? nou je ziet een stijging over de hele breedte van discriminatiecijfers. Hè. Dus niet alleen op uh, discriminatie op grond van LBTI zijn, maar ook op grond van herkomst, op grond van godsdienst. Eigenlijk alle discriminatiegronden komen daarin terug. En het heeft te maken met verschillende. Verschillende dingen. Aan de ene kant is er een verharding van de samenleving merkbaar, een verharding van het maatschappelijk debat. De grens van wat je kan zeggen en welke kwetsende dingen je kan zeggen, lijkt steeds verder op te schuiven. Dus dat zie je ook terug in meldingen. Aan de andere kant heb je ook een groep, meerdere groepen, die nu opstaan en zeggen we zijn er zat van. Genoeg is genoeg en we gaan er nu werk van maken. Dat zie je ook terug in de meldingen: dat ze zich meer uitspreken, bijvoorbeeld hè, bij de Black Lives Matter-protesten. Mm -hmm. Maar ook over Aziatisch racisme gaat dat heel erg. Dat er een jongere generatie is die zegt: Wij willen dit niet meer. Wij, willen, wij zijn ook onderdeel van de maatschappij en we willen hetzelfde behandeld worden. En aan de andere kant is het ook meldingsbereidheid. En de meldingsbereidheid kan ook. Toenemen dat meer mensen melding doen van discriminatie. Dus maar maar dan, dan zou je ook de redenering om kunnen draaien. Zou je kunnen zeggen dat juist omdat er zoveel voorlichting over is, maak je de groepen die dat eerder nog niks mee deden, maak je bewust en dan komen ze bij mij aan het bureau. Ja, dat is Kun eigenlijk nou ook, ook wel. De, dat, ik denk dat je dat inderdaad kan omdraaien. dat is ook de intentie. Als je meer zichtbaar wordt en herkenbaarder wordt, mensen meer weten wat is nou discriminatie, waar gaat het eigenlijk allemaal om, dan zou je dat ook zien in de stijging in de cijfers. Dus niet zozeer alleen maar. Het wordt steeds slechter, want je ziet ook bij LBTI, hè, seksuele gerichtheid in het bijzonder, dat de acceptatie juist toeneemt over de hele breedte van de samenleving. Mm -hmm. Dus dan zou je daarin juist minder meldingen verwachten. Dus, ik ja. denk, dus het is logischer om inderdaad te zien van, hé, hey, mensen staan eerder op en maken er eerder melding van. Oké, okay. hoe zit het bijvoorbeeld met leeftijdsdiscriminatie? Dan? <kuggen> uh, leeftijdsdiscriminatie blijft een beetje gelijk en dat gaat met name over werving en selectie. Hè. Op de arbeidsmarkt. Discriminatie vanwege leeftijd kan alleen plaatsvinden op de arbeidsmarkt. En daarin zie je dat het wel een beetje gelijk blijft. Uh, wat ik altijd wel wil zeggen tegen mensen is... Hè, er zijn heel veel mensen die het gevoel hebben dat ze worden gediscrimineerd. Als ze een baan zoeken, maar die ook het gevoel hebben van... Hé, hey, uh, is het wel discriminatie? Kan ik hier wel wat mee? Kan er wat tegen gedaan worden? En dat zien we eigenlijk heel weinig terug in meldingen. Dus hè ze doen dan ook geen melding meer van discriminatie... of ze denken, er is toch niks aan te doen. Mm -hmm. En juist die meldingen zijn heel erg belangrijk... omdat we dan met hun kunnen gaan kijken... om wel dat gesprek aan te gaan en het wel Ja, ja maar, die, maar kun je een voorbeeld, voorbeeld noemen dan? Van iemand die geen melding doet van discriminatie? Nou ja, die dus twijfelt van... hé, hey, is, is dit nou wel discriminatie of, of stel ik me aan? Ja, omdat ze dan het gevoel hebben... Hè, je, komt op, je komt op gesprek of je hebt een uh, brief gestuurd bijvoorbeeld... en je hebt... Uh, nou, je bent, want eigenlijk ja, tikt alle boxes van dat je die functie zou kunnen uitvoeren. Maar je bent wel 55 plus. Ja. En dan word je niet eens uitgenodigd op gesprek met een vage afwijzing, waarin niet duidelijk wordt gezegd waarom je nou eigenlijk wordt afgewezen. En dan is er heel erg dat gevoel van zou het met mijn leeftijd te maken hebben. Maar omdat ze dan denken, dat kan ik toch niet bewijzen... dan komen ze niet bij een antidiscriminatievoorziening. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen zaken dat het aantal... omdat de arbeidsmarkt heel krap is... ik bedoel, vorige week hoorde we van Keo in Almere... die roept gepensioneerde buschauffeurs op om alsjeblieft weer te komen werken. Dat klopt. Zodra er heel veel krap is op de arbeidsmarkt... zodra ze heel graag mensen willen hebben en te weinig aanbod is... dan zie je ook dat de meldingen op arbeidsmarktdiscriminatie afnemen. Behalve als het gaat over discriminatie op de werkvloer zelf. Dat neemt dan vaak weer toe omdat mensen dan denken: hé, hey, ik zit wel goed eh, als ik mijn baan kwijtraak of als ik problemen krijg, dan kan ik ook nog ergens anders naartoe. Dus die mensen willen dan juist eerder weer melding doen van discriminatie. Omdat ze dan denken: hey, dan kunnen we iets veranderen. Als er heel weinig banen zijn, dan zijn mensen bang om hun baan kwijt te raken of om in de problemen te komen op hun werk. En dan houden ze dat meer voor zich. En zie je het juist weer meer in de werving en selectie terugkomen. Hm. Ja, je zegt dus van we zien toch wel een, een stijging hè, van het aantal meldingen van discriminatie, op welk vlak dan ook. Uh, wat ik me dan afvraag, hè, mensen komen bij jullie met hun verhaal. Um, gaan jullie dan ook uh, naar de andere kant? Dus uh, ja, mensen die zich daar schuldig aan maken. Om dat gesprek aan te gaan? Ja, in eerste instantie is het natuurlijk als iemand bij ons komt, gaan we samen kijken van hoe zou je dit graag op willen lossen? Wat kunnen wij erin betekenen? En dan gaan we hen daarin begeleiden. Dus dan gaan we inderdaad in gesprek met uh, de wederpartij, noemen wij dan de andere kant, degene die het heeft gedaan. Om te zien van hé, hey, uh, wat is er nou gebeurd? Wat is jullie verhaal daarin? Mm -hmm. En om dan te kijken, is daar aanleiding om, om dat verder op te pakken? Is er inderdaad misschien wel sprake van discriminatie? En hoe gaan we dat dan met elkaar oplossen? Als je, uh, op een gegeven moment kan je dan ook uh, in een klachtenprocedure terechtkomen waarin wij begeleiden. Je kan naar het college van de rechten van de mens om een uh, verzoek tot oordeel in te dienen. Waarin zij dan gaan uitspreken van er is verboden onderscheid gemaakt of niet. Daaraan begeleiden wij ook mensen. Dus wij nemen die melder erg mee van het begin tot de melding. Helemaal door het proces tot het einde. Omdat het ook gewoon een heel ja, lastig onderwerp is. En je moet er veel kennis van hebben, heel veel juridische vraagstukken die daar spelen. Dus wij kunnen iemand echt helemaal meenemen in dat proces om een gewenste resultaat te bereiken. Ja. Het oude jaar loopt op zijn laatste benen. Zijn er nog plannen voor het nieuwe jaar? Zij zeker plannen voor het nieuwe jaar. Als je kijkt naar de huidige maatschappij en ook de mensen die wij bereiken, vinden het heel belangrijk om in te gaan zetten op jongeren, op de jongere generatie, op social media en om meer zichtbaar te zijn online. Zodat ook die groep ons beter weet te bereiken. We willen ook heel graag de samenwerking versterken met bijvoorbeeld belangenorganisaties en zelforganisaties. Dat er ook bepaalde groepen in de samenleving zijn die echt nog weinig melden, terwijl we weten vanuit gesprekken en signalen. ...dat ze daar ook veel discriminatie ervaren. Dus die willen we er ook graag bij trekken. En om ook zo meer inzicht te geven aan onze gemeentes en de provincie... ...van wat gebeurt er nou qua discriminatie? En waar zou je op moeten inzetten? En wat werkt om dit op te lossen? Verder willen we heel graag meer inzetten op een voortzetting van de voorlichting. Wij geven heel veel voorlichting op scholen, heel veel gastlessen. En we willen graag kijken naar, en wat gebeurt er daarna? Dus samen met die scholen ook kijken... ...hoe kan je dit breder en structureler inzetten... Om niet alleen die ene gasles te geven, maar ook hè, het proces van verandering door te zetten. Ja, dat ze zich het blijven herinneren van ja. hé, hey, wacht even. Ja. Want ik roep nou wel iets makkelijk, maar uh, ja, dat kan op die ander heel veel effect hebben. dus. Jij noemt dus jongeren, uh, daar wil ik nog iets anders aan je voorleggen. Uh, en dat is ook wel bij ons in het nieuws geweest. Uh, nou, dat kan uh, scheldpartijen online zijn, maar ook uh, he, op straat. Uh, uh, homoseksuelen bijvoorbeeld, die uh, nou, worden bespuugd, worden uitgescholden. Uh, en dan gebeurt het ook wel dat dat vaak uh, jonge jongens zijn. Mm -hmm. he, smerige uh, homo. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen, jongens met een, uh, jonge jongens met een niet-westerse achtergrond, um, is dat lastig om die groep te bereiken? Nou, als je kijkt naar de cijfers rondom inderdaad het uitschelden op straat van mensen met een LBTI-achtergrond, dan zijn het in het vaak uh, jongeren en dan vaak in groepen. Uh, het zijn niet alleen jongeren met een uh, migratieachtergrond, het zijn ook uh, jongeren zonder migratieachtergrond. Ik denk dat een derde, het laatste onderzoek dat is geweest, heeft een migratieachtergrond. Als je kijkt naar onderzoek in, in Flevoland, waren het over overal witte mannen rond de 25 à 30 jaar mm -hmm. die dit deden. Um, en dat gaat vaak te maken met straatcultuur en met op straat hangen en inderdaad op die manier uh, dan vervelend andere mensen aanspreken. Uh, is het lastig om die groep te bereiken? Ik denk dat juist jongeren uh, makkelijker te bereiken zijn omdat die zich nog verzamelen op school, op verenigingen uh, en jongerenwerkers die daar actief in zijn. Dus we willen heel graag de jongerenwerkers daar ook meer bij betrekken. om dat gesprek aan te gaan en om te kijken hoe kunnen we dat uh, uh, oplossen. Ja, maar dan moet je ze er wel van zien doordringen. dat het helemaal niet zo stoer is wat ze daar staan te roepen. Dat klopt. Er zijn verschillende interventies die je in kan zetten. waarvan we weten dat het werkt. Uh, dat heeft onder andere te maken met empathie, empathie creëren. Dus uh, dat je de mens gaat zien achter het hokje LBTI. Uh, met wie, tegen wie heb ik het nou eigenlijk? En ook in ons eigen gastleven hebben we echt wel gemerkt dat dat werkt. Dat je ook jongeren spreekt van... Goh, ik had er eigenlijk helemaal niet zo'n beeld bij. Ja, ja. En nu zie ik wie jij bent. Nu ik jou zie, denk ik... Ja, ik heb wel respect voor jou, want je bent ook gewoon... Iemand die op straat loopt en gewoon een mens. Dus het is belangrijk dat je die werelden met elkaar in verbinding brengt. Ja, en die okay. verbinding. En die verbinding ook zoeken. Bijvoorbeeld uh, bij groepen waar het gesprek uh, nog wat moeilijker is of waar het nog meer taboe is, zie je ook dat uh, veel dialo dialoogbijeenkomsten worden georganiseerd. En daar wordt dan inderdaad gefocust op die verbinding. Want we hebben het dan over. We hebben het over veiligheid, we hebben het over naaste over gelijkwaardigheid. Iedereen wil gelijk behandeld worden. Dus als je elkaar daarin kan vinden, kan je echt wel uh, hele mooie stappen zetten. Genoeg te doen dus nog in het nieuwe jaar. Dank voor dit gesprek, Marloes Huijzer, de nieuwe directeur van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.